De Stevenskerk wordt de komende jaren verbouwd. Verantwoordelijk wethouder Vergunst gaf dinsdag het startschot voor de werkzaamheden. Directeur van de kerk Helene Weigers vertelt over het doel van die werkzaamheden. Het gaat over restauratie, verduurzaming en de betere toegankelijkheid van de icoon van Nijmegen, de Stevenskerk. De Noord- en Zuidkapel worden als eerste aangepakt. Die kapellen worden alle twee transparant gemaakt. Dus de afsluiting die er is gemaakt na de oorlog, die wordt weggehaald. En die wordt helemaal transparant. Zodat de kapellen ook veel meer betrokken worden bij deze kerk. En zodat ook later deze kapellen ook beter gebruikt kunnen worden als ruimte voor allerlei activiteiten. En ook voor de reguliere bezoeker. Niet alleen de kapellen zijn toe aan een nieuw jasje. Er moet van alles gebeuren, zo vertelt de directeur. Het is van belang omdat de kerk na 60 jaar, dus hij is gerestaureerd in de oorlog, of na de oorlog moet ik zeggen. En daarna, na 60 jaar zijn de leien aan vervanging toe, glas en lood is aan vervanging toe. Maar we hebben hier ook te maken met een verouderd verwarmingssysteem, met hele grote ketels die niet meer voldoen. Dus we krijgen ook een vervanging van de ketels, dat is heel belangrijk. Dus duurzamere verwarming, ook niet alleen in de grote kerken, dat komt later, maar vooral op dit moment in de twee grote kapellen die we hier hebben. Bij zo'n icoon als de Stevenskerk is het natuurlijk niet vreemd dat ook de gemeente Nijmegen betrokken is. Nou, de Stevenskerk heeft zelf een masterplan gemaakt met verschillende fasen, met hun ambities op de verschillende pijlers. Dus de restauratie, de verduurzaming en de toegankelijkheid. Daar hebben we regelmatig ook over gesproken. In hoeverre dat ook aansluit bij de ambities die Nijmegen heeft als oudste stad en om dat verleden zichtbaar te maken, maar juist ook beleefbaar te maken. En wij vinden dat het masterplan heel erg goed daarop aansluit. Ons cadeau aan de stad is straks een prachtige opgeknapte kerk, waar het heel goed toeven is, met een heel mooi verhaal, dat op een hele eigentijdse manier wordt gepresenteerd. En zo hopen wij, denken wij, dat we ook heel goed 750 jaar Stevenskerk kunnen vieren.